Met een besprenkeling en bewierroking zegent kardinaal Eik het nieuwe altaar. En daarmee is de Broederenkerk weer in gebruik. De kerk ziet er weer uit als nieuw, al is hij ook 680 jaar oud. De katholieke gemeenschap in Deventer is dolblij met de tot in de puntjes gerestaureerde kerk. Fantastisch, helemaal top. Ik zit er iedere zondag, maar deze had een extra lading natuurlijk ook, hè, door de kardinaal. En fantastisch, helemaal top. En als ik deze kerk nu vergelijk met hoe die er voor de restauratie uitzag, dan zegt het een verschil van dag en nacht. Er stond hier een podium, nu is weer het liturgisch centrum, het priesterkoor, waar het ook hoort, voor in de kerk. Dat is fantastisch ingericht, heel smaakvol. Ik moet zeggen dat ook het orgel klinkt weer prachtig, is gerestaureerd. Dus in alle opzichten is het een geweldige vooruitgang. Bijzonder nieuw element in de kerk is de vloer. Om de verbouwing deels te bekostigen, werden de tegels per stuk verkocht. Naar het resultaat met eigen naamsinscriptie kun je vanaf nu op zoek. Ik zie u zoeken. Zit uw naam erbij? Mijn naam niet, maar van de kinderen. Maar je bent nog zoeken, heeft u die gevonden nog? Nog niet gevonden, nee. Ze zitten wel ergens, maar... Ik vind het een heel goed, origineel idee. Hoe vindt u het geworden in zijn algemeenheid? Prachtig. Schitterend. En ik hoop dat het allemaal blijft. Echt. Dankbaarheid en blijdschap in Deventer voor een eerste dienst in een kerkgebouw dat klaar is voor de toekomst. Nou, ik ben ook heel trots dat dit allemaal heeft mogen gebeuren in die afgelopen jaar. En we nu weer de komende 100 jaar vooruit kunnen.